Jullie hebben nu verschillende bronnen gelezen met betrekking tot het onafhankelijk worden van Belgisch Congo. En die ook inzicht geven in welke acties daar aan Congolese en aan Belgische zijde bij genomen werden. Ik ga nu nog eens terug naar die bronnen en probeer een antwoord te geven op de volgende twee vragen. De eerste vraag gaat over het tegenmanifest van het ABACO. En de vraag daarbij is. Kan je op basis van die bron iets zeggen over de manier waarop de Congolese bevolking op dat moment naar die eventuele onafhankelijkheid kijkt? Ja of nee en waarom dan precies? Met andere woorden, geldt het standpunt ten aanzien van de onafhankelijkheid dat je in die bron kan lezen ook voor, een bredere, voor de bredere Congolese bevolking? Een tweede vraag gaat over de bronnen van Van Bilsen, zijn 30-jarenplan dat in 1955 verscheen. En ook hier is de vraag, kan je vanuit die bron iets zeggen over het standpunt van de Belgische bevolking of van de Belgische regering ten aanzien van die Congolese onafhankelijkheid? Geldt het standpunt dat in die bron um, naar voren wordt geschoven ook voor de Belgische regeringsleiders? Als we dan kijken naar die bron van het Abaco, dan zien we dat die bron ons eigenlijk vooral iets vertelt over hoe de leden van het Abaco zelf naar de onafhankelijkheid keken. Maar tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het standpunt dat in die bron naar voren wordt geschoven, waarschijnlijk niet geldt voor die ruimere Congolese bevolking. Hoe weten we dat? Dat weten we door heel goed die bron te gaan bestuderen. We weten dat die bron is uitgegeven door het Abaco zelf. Het was een manifest dat zij als organisatie naar voren schoven, waarin hun gemeenschappelijke standpunt, standpunt werd toegelicht. We kunnen er dus van uitgaan dat het standpunt in die bron wel gedeeld werd door de mensen die lid waren van die organisatie. Maar we weten ook dat die bron een reactie was tegen de tekst die in het tijdschrift van een andere organisatie verscheen, omdat zij vonden dat het standpunt van die andere organisatie te mild was, niet ver genoeg ging in die eis voor onafhankelijkheid. Bovendien weten we dat het doel van de bron was om een politiek bewustzijn te creëren bij de Congolese bevolking en dus om die bredere bevolking ook um, achter die doelstelling van de onafhankelijkheid te krijgen. Van daaruit kunnen we dus afleiden dat het standpunt in die bron op dat moment nog niet breed gedragen was in de samenleving. We hebben het hier eigenlijk over de representativiteit van de bron. Representativiteit gaat over de vraag in hoeverre een bron een grotere groep vertegenwoordigt of niet. Over de vraag of wat er in een bron staat typerend is voor een ruime groep, of voor een hele samenleving, of voor een hele historische periode. Want een bron kan natuurlijk gewoon het standpunt of de ervaring van één enkel individu vertegenwoordigen. Een bron kan ook. Een bepaalde groep vertegenwoordigen in de samenleving, bijvoorbeeld de volwassenen, maar die geldt daarom niet noodzakelijk voor een andere groep. Dat kan bijvoorbeeld niet gelden voor kinderen. Dat is op zich geen probleem, maar het is belangrijk dat wij ons die vraag stellen en er niet zomaar van uitgaan dat iedereen in de samenleving daar op dezelfde manier over dacht. We moeten met andere woorden vermijden dat we de zaken zomaar gaan veralgemenen. En dus altijd de vraag stellen. Of het standpunt of de ervaringen in de bron typisch zijn of atypisch, of ze breed gedragen zijn of ze veel voorkomend zijn enzovoort. We gaan diezelfde oefening ook eens maken voor de bron van Van Bilze. In die bron wordt een heel uitgesproken standpunt ten aanzien van de onafhankelijkheid ingenomen. Namelijk, in 1955 zegt Van Bilze: Het wordt tijd dat we een plan opstellen om Congo onafhankelijk te maken. Ook hier is het belangrijk om ons af te vragen in welke mate het standpunt dat Van Bilze daar inneemt, in welke mate dat aansluit bij opvattingen die ruimer gedragen zijn, bijvoorbeeld bij de Belgische regeringsleiders of zelfs bij de Belgische bevolking. Met andere woorden, vertegenwoordigt die bron een standpunt dat ruimer gedragen is dan enkel door Van Bilze zelf. En hier moeten we toch vooral vaststellen dat die bron vooral de mening van Van Bilzen zelf vertegenwoordigt. En misschien van nog een aantal um, andere individuen die daar ook op een gelijkaardige manier naar keken. Maar het standpunt in die bron, namelijk dat het tijd wordt om na te denken over de onafhankelijkheid van Congo, is zeker niet representatief voor de Belgische machthebbers en waarschijnlijk ook niet voor de bredere Belgische bevolking. Hoe weten we dat? Vooral door bronnenconfrontatie. Als we die bron afzetten tegenover de andere bronnen die beschikbaar zijn, dan zien we dat zij daar toch op een heel andere manier over nadenken. Tegelijkertijd toont die bron van Van Bilze aan dat ook niet iedereen in de Belgische samenleving tegen de decolonisatie was. En zo kunnen we dus wel een zwart-wit tegenstelling tussen enerzijds de Belgen en anderzijds de Congolezen toch vermijden. En zo komt er eigenlijk een stapje bij als we bronnen gaan analyseren om een historische vraag te beantwoorden. We gaan kijken of de bron bruikbaar is, in welke mate ze betrouwbaar is en vanuit welk perspectief ze is geschreven, maar we gaan dus ook kijken naar de representativiteit van de bron. Voor wie geldt die bron? Geldt die bron alleen voor de auteur zelf of vertegenwoordigt die een grotere groep? Wie wordt er eigenlijk vertegenwoordigd in de bron? En ook daarvoor blijft het belangrijk om de bron altijd te confronteren met andere bronnen.